shiften naar 3. Om dan vervolgens een zo goed mogelijk exit richting Eau-Rouge en Radion te hebben. Net voor Eau-Rouge op naar 8. En zo smooth mogelijk door Eau-Rouge en Radion, aangezien het vol gas is. Dus je wilt niet te veel snelheid eraf scrubben. Ja, Jarno, ze zeggen wel eens de slaapkamer is de place where the magic happens. Maar ja, boy, je hebt hem ook omgebouwd tot iets moois, hè? Ja, ik heb de helft van mijn kamer omgebouwd in een simulator in principe. Vooral die schermen natuurlijk, dat is heel wijd. Dus ik heb de helft van mijn kamer is besteed aan de sim. Ja, hoeveel tijd van de week ben je met simracen bezig? Echt dedicated practice is 3 tot 6 uur. Vooral in het Formule 1 e-sport seizoen is het heel druk. En nu in de off-season is het iets minder. Maar dan doe ik wat meer content, zoals livestreamen en video's uploaden naar YouTube. Ja, je hebt bekend kunnen maken dat je bent overgestapt naar Mercedes. Hoe was dat voor jou? Ja, is natuurlijk super. Grootste team in Formule 1 op het moment. En zal misschien ook niet heel lang meer duren tot het meest succesvolle team is als ze doorgaat. Dus is natuurlijk tof om bij Mercedes te horen. Voor Mercedes heb je natuurlijk Alfa Romeo en Renault, waar je eigenlijk van doorgestroomd was vanuit het echte race, om het even zo te zeggen. Dat moment dat je koos om niet meer op het circuit te rijden, maar meer op de sim. Kun je dat moment terughalen? Ja, maar het was ook heel moeilijk om te kwalificeren voor Formule 1 e-sports. Want in 2018 had ik het geprobeerd, maar toen lukte het niet. Dus toen gelukkig had ik nog een achtere ingang bij Renault. Dus zo ben ik Formule 1 e-sports ingegaan. Maar het is niet echt een bepaald moment geweest waarvoor ik er echt voor heb gekozen. Want in 2018 had ik simpelweg niet genoeg budget om nog Formule Renault te doen. Maar ik wist van trainingen in, voor het echte race, het weekend in de sim, was ik altijd heel snel. Dus zo ben ik er ingerold. En ja, waar heeft dat allemaal toe geleid? Inmiddels natuurlijk Formule 1 e-sports kampioen in 2020. Dat is wel het grootste wat ik bereikt heb tot zover in in e-sports of simulator racen in general. Dus dat is het op het moment het enige nog maar. Maar was ook pas mijn tweede jaar, dus ik hoop nog veel meer te kunnen bereiken. Ja, je zit ook echt nu wel waar je dan bewust voor gekozen hebt. En heb je gewoon dat het race op het circuit al afgesloten in je hoofd? Ja, op het moment probeer ik echt alleen op Formule 1 e-sports te focussen. Nu doen we ook Formule I. Want Mercedes doet ook mee aan het Formule I Accelerate kampioenschap. Dus dat is in principe e-sports voor Formule I. Op die twee dingen probeer ik echt te focussen. En daar proberen we dan ook in te winnen. En wat merk je aan begeleiding van Mercedes? Of dat je bij dat team zit en ook misschien dat je merkt dat het een groter team is dan waar je vorig jaar zat? Je merkt vooral de data engineers, die proberen ook echt te helpen in e-sports. Veel meer het echte team is ermee mee betrokken. Het is ook belangrijk voor mij dat Vlotje e-sports, waar ik in principe al onder contract bij staat, die Mercedes een beetje managt. Want die echt proberen samen te werken, zodat de echte en de virtuele wereld echt goed samenwerken. Ja, en op termijn, als het weer mag, zeg maar, gezien alle restricties die er nu zijn, is het dan ook denkbaar dat je ergens anders zit dan hier in je eigen slaapkamer? Er is in Brackley, als ik het goed zeg, bij de Mercedes-fabriek, is een hele afdeling speciaal voor e-sports ingericht. Die zijn ze nog aan het bouwen, dus zodra COVID weg is, dan kunnen we er precies gelijk gebruik van maken. Dan ga je richting Schijvlak, enige bochtennaam die ik ken hier. Dan haal je hem in de 7. Ga je terug naar 6 en dan ga je weer terug op naar 7 op de hele baan. Ja, je bent natuurlijk succesvol al in de e-sports en je probeert nog succesvoller te zijn. En succesvol was je natuurlijk ook in het karten. Kun je daar ons meenemen hoe jouw loopbaan in de kart is gegaan? Ik was op mijn 4e begonnen, dus ik was heel vroeg. En toen ik 9 was, werd ik de jongste Nederlands kampioen ooit. En toen werd ik in 2010 en 2011 ook weer Nederlands kampioen. Dus dat was een heel goed begin. Mijn vader die nam me elk weekend mee naar de kartbaan, dus elk weekend trainen. En toen ben ik op mijn 13e, op mijn 12e junioren gaan doen. Daar heb ik 3 jaar in gereden en toen in schakelkart terechtgekomen. En vervolgens ook de stap gemaakt naar de Formule 4? Ja, toen de stap gemaakt naar Formule 4 en toen ben ik opgemerkt door Renault en in de Renault Academie terechtgekomen. Zo ben ik uiteindelijk ook weer in e-sports terechtgekomen. Hoe was dat voor jou om toe te treden tot de Academy? Natuurlijk geweldig om voor het eerst als je zo jong bent met een junior team, Formule 1 junior team, samen te werken.
Vooral omdat je zelf echt kon ontwikkelen en beter kan maken. Dus ja, als je zo jong bent met een Formule 1 team samenwerken is gewoon geweldig. Toch weer even terug naar het simracen. Neem je dan die ervaring uit de kart, uit de formule rijden, neem je dat mee naar dat je een voorsprong hebt ten opzichte van andere e-sports coureurs die geen ervaring hebben op het circuit? Ja, ik denk dat ik er zeker wel een voordeel uit heb gehaald, maar er waren ook dingen die ik moest afleren. Je moet ook realiseren dat niet alles altijd helemaal realistisch kan zijn, dus je moet je eigenlijk heel snel aanpassen. Dus in dat opzicht kan het misschien ook weer een beetje realistisch zijn, want dit echt moet je ook jezelf heel goed kunnen aanpassen. Maar er waren ook jongens die al 10 jaar aan simracen waren, dus daar liep ik ook weer een beetje op achter. Dus het is een beetje 50-50. Ja, tot slot, wat hoop je te bereiken in e-sports? Ja, ik hoop natuurlijk weer Formule 1 e-sports kampioen te worden in 2021 en nog vele andere kampioenschappen te kunnen winnen als Mercedes daar aan meedoet.